training voor vandaag, als het vorige week stond natuurlijk iets meer draaien centraal. Ja, dus ik kan nu iets meer vanuit de kap draaien, daarna naar de schot toe, naar de goal toe. Vandaag is het iets meer frontale beweging. Dus ook een stukje positie kiezen, hè, wat je al eerder te horen kreeg. Een stukje handelingssnelheid, daar gaan we mee aan de slag. Dus vandaag is het met name veel voorwaartse beweging. Yes? Dus we hebben eerst een stukje waar we nu bij deze wordt. Dus vanuit daar gaan we vanuit de toe, drie pionnen, goaltjes, gaan we namelijk voorwaarts werken. En daarna gaan we ook richting de grote goal. Gaan we voorwaarts werken. Dus we beginnen links. Dit. Tik, 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 tik. Tik, staan, rechts, terug. Yes? Tik, 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 tik. Staan, rechts. Tik, 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 tik. Gas. Staan, trappen, voorwaarts, achterwaarts, staan, trappen, voorwaarts, achterwaarts, goed werk, tik, 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 voorwaarts, achterwaarts, tik, 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 en dan is het voorwaarts, achterwaarts, go. Wat er gaat gebeuren. Op het moment dat je straks gaat beginnen, je rolt de bal in, dus je dribbelt de bal kort in. Op dat moment trap je hem in de tjoek en dan krijg je al een kleur te horen. Dus stel ik doe blauw in de lucht, betekent dat de eerste aanname richting de blauwe pion is. En je gaat er buiten omheen. Dus je trapt hem in de tjoek, je krijgt een kleur. Vlak maken, je gaat naar de blauwe pion. Ik sta daar straks bij die pion. Je speelt mij in en je krijgt hem terug. Je krijgt weer de blauwe pion. Dus je speelt mij in, je krijgt hem terug. Ingedraaid staan, krijg je hem. Krijgen we de volgende beweging. Is het met links? Is het links, links, rechts, links, schot. Yes? Is het dus met rechts starten. Dan is het rechts, rechts, links, forceren. Geweldig, that's it. Aanname vooruit. Hup, hup. Ja. Hier, goal. Eigenlijk dezelfde beweging als net. Voorwaarts richting de goal. Belangrijk, iets langzamer erin. Snelheid opbouwen. En met meer snelheid eruit komen. Omdat je met 100 km erin gaat. En dat we met minder snelheid uiteindelijk eruit komen. Krijgen we het volgende. Vanuit hier. Altijd rollende bal. Dus krijgen oranje geel. Rollende bal. Tap in de toek. Oranje. Dan is het dus deze kant op. Vanuit hier is het zo snel mogelijk eerst onder oranje pion. En vanuit deze schuine lijn. Vanuit daar ga je je beweging maken. Yes? Naar oranje is dit. Links, links, rechts, links, rechts. Naar geel is het dus de andere kant op. Dus dan krijgen we vanuit hier. Dan is het rollende bal. Trappen, vlak maken. Zo snel mogelijk hier omheen. En vanuit hier krijgen we dus. Rechts, rechts, links, rechts. En je schiet eigenlijk altijd door dit poortje heen. Dit is zeg maar het gebied waar je doorheen. Ja. Wow. Prima. Drie goals, drie keer een lat. Eén afstand, dus dat is deze. Kleintje, middelmaat, grootste. Ja, ja, je moet ook in die volgorde. Dus eerst op de kleinste, daarna mag je naar de middelste en daarna mag je naar de grootste.
Op de lat. Dat doen we niet moeilijk ook. Ah, nee hè. Ik had het gezien, Justin en Regé. Nah. Yeah.